19 maart 2012 overleed de kunstschilder Ger Lataster op 92-jarige leeftijd. Lataster werd in Schaarsberg geboren en groeide uit tot een van de bekendste Amsterdamse Limburgers. Ter gelegenheid van zijn overlijden organiseerde galerie Post & Garcia een herdenkingsbijeenkomst tijdens de lopende tentoonstelling met recent werk. Ik heb zelf nooit persoonlijk contact gehad met de kunstenaar. Ondanks dat voel ik het als een belangrijke verantwoordelijkheid om toch hier te staan. Namens dat museum waar zo'n 40 werken in de collectie zitten. Ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar ik ben wel opgegroeid met deze kunstenaar. In mei 2011 bezochten we Ger Lataster in zijn Amsterdams woonhuis en atelier. Dit bleek zijn laatste tv-interview te zijn. U woont hier al een dikke 50 jaar in Amsterdam? Ja, van 47 jaar. Al meer dan 60 jaar? 60 jaar, ja. En uit Schaarsberg afkomstig oorspronkelijk, spreekt u nog dialect? Ja, ik begrijp het en ik kan het ook nog spreken hoor. Ik probeer mijn leven te schilderen, zolang het gaat. En mijn reactie op wat ik weet en wat ik lees en hoe het met mijn kinderen gaat en hoe het in de wereld ronddraait, dat houdt me bezig en vandaar zijn een deel mijn schilderijen opgebouwd. Ik heb me altijd voorgenomen, luister naar alles wat gezegd wordt. Je hoeft het niet te doen, maar je moet er wel naar luisteren. Maar u bent vooral een man van het kijken toch ook wel, hè? Natuurlijk. Zonder kijken bestaat niks. Bij mij, ik bedoel, nee, dan gaat het niet. Hij vond dat de kunst hoe dan ook altijd zich verhoudt tot de werkelijkheid om ons heen. En dat was natuurlijk ook het typische ding van Lataster. Niet laar pour laar, niet de vorm om de vorm. Er werd in 1954, de periode dat die eerste aankoop in Heerlen werd gedaan, werd ook een tentoonstelling door Sandberg ingericht in Amsterdam, in Stedelijk. Een groepstentoonstelling voor Limburgse kunstenaars. En er was een journalist van de Telegraaf die ook sprak over dat coloriet. Dat is wel leuk om nog even aan te refereren. Hij vond dat die Limburgse naoorlogse generatie zich onderscheidde door de warmte van het coloriet. Ten opzichte van de meer noordelijke kunstenaars vond hij dat palet van de Limburgse kunstenaars een paar graden warmer en sensueler. En dat vond ik een mooi beeld. Voor mij in elk geval staat de schilderkunst te zwak voor. Ik heb me ook voorgenomen, ik dacht van de gewoonste dingen iets algemeens te maken. Mm-hmm. En van iets algemeens. Iets bijzonders. Iets bijzonders. Wat moet er nou met dat grijze stuk? Ja. Huh? Ja. Wat deugt er niet aan? En toen ik naar de academie hier in Amsterdam ging, ik had liever naar België gegaan, naar die kunstenaarvrijschool. Maar die oorlog die verhinderde dat. Toen. Nou, die ervaring omtrent dat ze je voorhielden wat schilder, of een voorbeeld van schilderkunst was, nou, daar ben ik zwaar in teleurgesteld geweest. Want als je hier, ik weet goed, hier in Amsterdam uitsprak over de moderne Franse schilderkunst, dan draaide iedereen zich praktisch om. Mondriaan, dat werd natuurlijk maar ook toen nog niet in die mate als nu gewaardeerd. En ja, Picasso, dat was voor hun bijvoorbeeld het grote vraag, de dingen dat ze zeiden, wat moeten we daarmee? Voelde u zich wel aan hem verwant? Nee. Nee, ik, ja natuurlijk wel. Ik bedoel, daar kijk je tegenop en dan stoot je meteen je kop natuurlijk. Toen ik na de oorlog weer in Limburg kwam, toen was ik net getrouwd in 1947. Nou, toen heb ik het geweten, want toen had de geheime dienst, die had al doorgezegd dat ik links was, enzovoort.
En ik ben niet getrouwd voor de kerk, de kindertjes zijn niet gedoopt, enzovoort, enzovoort. En ik ben zo links geworden als het maar enigszins kon, met behulp van mijn vrouw. En nou, daar, dat kreeg je dan. Want ik heb in de eerste tentoonstelling die ik had in de Bonnefante, dat was toen nog de oude Bonnefante, en toen was de huidige directeur, hoe heet die ook weer? Van Grevenstein? Van Grevenstein, die was toen conservator. Die maakte een tentoonstelling en ik had een affiche gemaakt en ik heb die geprobeerd in Maastricht te verspreiden. Allemaal eraf gescheurd. Ja. Bij pastoor Linzen kwam ik om mijn vrouw voor te stellen, maar hij was best een aardig mens en hij verkocht ook wat voor mij, zodat ik rond kon komen. Er was net die Picasso tentoonstelling, Matisse, hier in Amsterdam. En toen zei hij, ja, maar als Picasso katholiek was geweest, was dat een grotere schilder geweest. Ik zeg, meneer Linzen, geef mij de hoed maar. Ja. Acht. Daar kon u niks mee met dit soort opmerkingen? Nee, daar kan je niet tegenop tegen zoiets natuurlijk. Maar goed, God staat boven alles natuurlijk, als hij er is. Ja. En daar twijfelt u toch heel zwaar aan, geloof ik, hè? Ja, kijk. Dus een logica, waarom hebben we die grote geleerden allemaal gehad, die verklaard hebben hoe de wereld draait, weet je wel. Zolang mensen niet weten wat er gebeurt. Vroeger kon men niet verklaren dat het heftig onweer was. Hè? De mensen die werden doodsangst. Nu weten we, ja goed, dat gaat over. Iedere keer wordt er een stapje, en dat vind ik het fantastisch van de wetenschap van de dingen. Iedere keer als ontdekt wordt dat de aarde niet over de maan, weet ik het allemaal, die grote ontdekkingen. En Darwin het bestaan van de soorten gaat verklaren. Iedere keer zie je dat de kerk bijvoorbeeld stukjes moet terugnemen. Die moet dan zeggen, ja, dat zit toch wel wat in, zo op die manier. Herinner je het rood, het blauw, het geel dat omlaag viel, het geluid van het penseel. Kleine onderbrekingen, zoals het vegen met een doekje, het plaatsen van een dot verf. Stel je het atelier voor, het licht op zijn kruin. Het groeien van het schilderij, stap voor stap het aftasten van het kleurenveld, het leunen achterover, zijn hoofd dat denkt, zich even draait om nieuwe ruimtes te scheppen. Let op de trilling in zijn ooghoeken, hoe hij zichtbaar maakt wat eerst onzichtbaar was. En alles zwervelen laat, zingen boven ons uit.